Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op Raar Maar Waar. Het is vandaag Halloween en dus de perfecte dag om spookverhalen te vertellen. Nu was ik benieuwd naar paranormale ervaringen van mijn kijkers en vroeg ik op mijn Instagram of jij misschien ooit iets meegemaakt hebt en of je dat verhaal wilt delen met de rest. Jullie reageerden massaal en ik heb er 5 verhalen uitgepakt. Deze gaan als volgt. Het eerste verhaal is ingestuurd door iemand die liever anoniem wil blijven. Toen ik jonger was, maakte ik regelmatig dingen mee die niet helemaal klopten. Toen ik 1 jaar of 6 was, kwam er een ambulance bij ons in de straat. Het was avond en mijn jongere zusje en ik waren erg geschrokken. De ambulance stopte dan ook erg dichtbij. We renden huilend naar beneden, niet wetend wat er was gebeurd. De ambulance was gestopt een paar huizen verderop, bij een buurvrouw die ik niet kende. We vroegen onze moeder wat er gebeurd was. En natuurlijk gaf zij het gewenste antwoord. Er is een mevrouw ziek en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Maar ze wordt wel weer beter. Toen ze dit zei, stopte ik abrupt met huilen. En zei ik, nee, ze is dood. Dit zou toeval kunnen zijn. Maar ik kwam hierna ook met verhalen thuis dat ik met oma gepraat zou hebben. En oma was al een tijdje overleden. Een andere gebeurtenis die me nog steeds aan het rillen maakt. Misschien omdat ik niet weet wie of wat het was, is deze. Toen ik 1 jaar of 10 was, mocht ik altijd nog even lezen voor het slapen gaan. Ik ging vaak stiekem langer door dan de afgesproken tijd. Toen het 1 uur of 11 was, besloot ik nog 1 bladzijde te lezen en daarna te gaan slapen. Op de helft van die bladzijde kreeg iets anders mijn aandacht. Ik hoorde zacht getik op mijn deur en dacht dat mijn moeder mij had betrapt op het laat lezen. Ik schrok en keek langzaam naar mijn deur, die altijd op een kier stond. Alleen, het was niet mijn moeder die daar stond. Het was een wezen van ongeveer deurhoogte. Ik weet niet meer hoe het wezen er precies uitzag, maar hij had een soort groenige gloed. Warrig, vies haar en het was erg groot. Het had een rode kaart vast waarmee het op mijn deur tikte. Ik keek het voor een paar seconden aan en het mij ook. Ik keek even weg om te beseffen wat er gebeurde, maar kon het niet bevatten. Toen ik terugkeek, was het weg. Ik zag nog net een schaduw verdwijnen. Ik had al mijn moed bij elkaar geraapt en ben zo snel mogelijk naar beneden gerend. Ik vertelde mijn moeder wat er gebeurde. Ik weet niet of ze het echt geloofde, maar ze is voor mij overal gaan kijken voor het ding. Nergens iets gevonden natuurlijk. Ik weet tot de dag van vandaag niet wat het was. Dit is eigenlijk ook nog steeds deels de reden waarom ik Raar Maar Waar kijk. Omdat ik stiekem hoop dat ik ooit meer informatie over het ding te weten kom. Ik heb het, of het ding, genoemd omdat het niet menselijk is. Ik heb het uiterlijk niet helemaal goed kunnen zien, omdat mijn deur maar op een kier stond. Maar de huid, de lengte en de manier van bewegen was niet normaal. En ik weet ook niet wat het bedoelde met die rode kaart. Wat het betekende. Dit was mijn meest vreemde verhaal. Ik heb het sindsdien nooit meer gezien. In de zomer van 2018 is mijn opa overleden. Ik heb sindsdien een ring met zijn as die ik altijd om heb. Op een avond lag ik veel te piekeren in bed. En gaf ik plotseling, zonder het zelf te beseffen, een kus op mijn ring. En zei ik, welterusten opa. Ik draaide me op mijn zij en ik wilde gaan slapen. Maar opeens voelde het alsof er iemand achter me op het bed ging liggen. De dekens trok opeens strak om mijn lijf en ik voelde een warme wind tegen mijn oor aan. In een ritme, alsof iemand tegen mijn oor ademde. Ik had gelijk het gevoel dat het mijn opa was. Om het zeker te weten besloot ik het de avond daarna weer te doen. Een kus op de ring, welterusten opa, maar deze keer bleef ik op mijn rug liggen. In mijn hoofd zei ik een aantal keer... Opa, als je hier bent, geef dan een teken. Op het moment dat ik bijna in slaap viel en het me opgaf, ging plotseling mijn lamp aan, uit, aan, uit, aan, uit. Het volgende verhaal is ingestuurd door Funs. Toen ik 9 jaar oud was, woonden we net 1 jaartje in ons nieuwe huis in Venlo. Het was heel gezellig. Ik had vriendjes in de buurt wonen en ik had een speeltuin in de buurt waar ik altijd buiten ging voetballen. Op een avond, in ik gok september, was het donker buiten.
en was ik nog lekker een boek aan het lezen voordat ik ging slapen. Toen ik de lamp uit had gedaan en het boek weg had gelegd, zag ik ineens een witte vrouw met een witte jurk bij mijn kledingkast staan. Het leek wel alsof ze met mijn Lego-trein aan het spelen was. Toen ging ik recht overeind in bed zitten om de vrouw beter te bekijken. Toen ze me doorhad, rende ze weg door het raam. En dat terwijl ik op de eerste verdieping sliep. Ik was me natuurlijk helemaal doodgeschrokken. Rende naar beneden naar mijn ouders die tv aan het kijken waren. Mijn ouders helemaal in shock, want ze wisten niet wat er gebeurde. Toen ze mij hadden gekalmeerd, vertelde ik wat er aan de hand was. Pap ging mee naar boven om te kijken, maar ik weigerde om nog in die kamer te blijven. Na die gebeurtenis heb ik de rest van de week in een andere kamer geslapen. Sindsdien weet ik dat spoken en geesten bestaan en wil ik er zoveel mogelijk over weten. Zelf heb ik ook nog contact proberen te zoeken met de witte vrouw die in mijn kamer was, door middel van een Ouija-bord. Het is me niet gelukt om contact met haar te krijgen en de vraag te stellen wie ze is en waarom ze nou in mijn kamer was. Mijn naam is Jurjen en ik ben 18 jaar. Als klein kind had ik een cadeau van de beste vriend van mijn vader gekregen, genaamd Bart. Het cadeau waren lichtgevende sterretjes en een lichtgevende maan, die je op de muur kon plakken. Ongeveer 10 jaar geleden overleed Bart. Hij lag toen al een paar dagen in het ziekenhuis. Op de avond dat hij overleed, bracht mijn vader me zoals gewoonlijk naar boven toe. En zoals gewoonlijk scheen mijn vader op de sterretjes met een zaklantaarn, om ze te laten opgloeien. Toen zei ik opeens, Hans, zo heette mijn vader, je bent een goede kerel. Dit zal ik altijd blijven onthouden. En toen vielen opeens alle sterretjes van de muur af. 5 minuten later werden we gebeld. Toen hoorden we dat Bart net overleden was. Dus precies op het moment waarop ik het zei. Het volgende verhaal komt van Lara.x2004 op Instagram. Zij beschrijft 2 voorvallen die ik ontzettend vaak terug zie komen in jullie verhalen. Ik heb een paar weken geleden een nachtmerrie, waarin ik gebeten werd door een slang. En toen ik wakker werd, had ik opeens een heel naar, pijnlijk gevoel. En ook 2 kleine wondjes die op een slangenbeet leken. Toen ik het aan mijn vriendin vertelde, zei ze dat ze soms ook zoiets meemaakte, met bijvoorbeeld een snee van een mes. Maar toen ik het mijn moeder wou laten zien, ongeveer een uurtje later, waren de wondjes en de pijn weg. Ik heb nog een 2e verhaal. Ik was 12, denk ik, en werd midden in de nacht wakker door wat klonk als een feest of etentje beneden in de woonkamer. Ik hoorde mensen praten, lachen, eten en muziek. Maar toen ik naar beneden ging om te kijken, was er niets. Die ochtend vroeg ik aan mijn moeder en broer of ze ook iets gehoord hadden. Mijn moeder zei van niet, maar mijn broer wel. En hij beschreef precies hetzelfde. De tv stond uit en de buren wisten ook van niks af. En ik snap het nog steeds niet, want ik weet zeker dat het geen droom was. Heb jij ook ooit zoiets meegemaakt? Laat me dan weten in de reacties. Hopelijk heb je een goede Halloween. Bedankt voor het kijken en tot de volgende, raar, maar waar.